Ik ben Stijn en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is tijd om een kijkje te nemen bij de architecten, de mensen achter de plannen. Dit gaan we twee keer doen en vandaag beginnen we bij Faam Architecten. En zij zijn de mensen achter de nieuwbouwplannen. Kom mee. Marlies, leuk dat je even tijd hebt. Zou je even voor willen stellen? Ja, ik ben Marlies Suylom, Faam Architects. Wij zijn een architectenbureau in Eindhoven. Wij werken met een team van architecten aan heel veel verschillende soorten opgaves. En wat doe jij dan precies bij Faam? Ik ben architect, net als de anderen hier in huis. We werken met allemaal architecten. En ik ben ook een van de eigenaren van Faam Architects. Okay. En in deze opgave werken wij samen met Michiel Jobsen, ook een andere architect hier binnen het bureau, en Tom van Tuin. Oké, dus met z'n drieën. Nou, eigenlijk nog meer mensen, want Tom werkt ook nog eens een keer met een aantal mensen. Oké, okay. Dus er komt dus staat een flinke club er achter. Er staat een flink team achter. Dat is mooi, ja. Oké. Okay. Hey, je had al even de Gildebuurt genoemd. Ja. Wat maakt de Gildebuurt zo bijzonder? Ja, de Gildebuurt is bijzonder. Wij werken sowieso heel graag in Eindhoven. Sowieso graag ook aan dit soort van opgaves, de stedenbouwkundige opgaves. En dit is een complexe opgave, want er is best wel wat aan de hand in de omgeving. En we kunnen volgens mij heel veel goed doen met een nieuwbouw, hoe zeg je dat, met het vervangen van de woningen door nieuwbouw. Voor een heleboel aspecten waar de wijk toch nu tegenaan loopt. Ja. De Gildebuurt aan zich is voor ons ook heel bijzonder omdat het een soort van enclave is, zeg maar een dorpje op zich als buurt in zijn omgeving. En je ziet eigenlijk dat Eindhoven heel erg snel gaat en hard gaat en er race een ringbaan bijna langs en je hebt eigenlijk heel veel snelheid eromheen, dus de stad beweegt zich er heel snel omheen, maar dit is eigenlijk een soort van rustmoment vinden wij in het gebied en dat is ontzettend waardevol. Heel veel mooi groen, mooie grote bomen, in de architectuur zit ook heel veel variatie. Het is echt een daklandschap wat de wijk ook heel kenmerkend maakt met heel verschillende woningtypes. Allemaal ingrediënten die wij waanzinnig interessant vinden om mee aan de slag te zijn. Hele mooie elementen wat je net allemaal opnoemt, daar wil je dan uiteindelijk een nieuw bouwplan voor maken. Ja, waar begin je joh? Ja, goede vraag. Wat heel erg fijn is aan deze opgave is dat Van Berlo eigenlijk het gesprek met de buurt of met de wijk aangegaan is. Hè? Dus dat wij informatie van Van Berlo krijgen, dat is belangrijk. Want daardoor hebben wij heel veel ingrediënten van wat mensen vinden en hoe mensen kijken naar hun eigen woning of naar de straat of wat er gebeurt in het gebied. Daarnaast hebben we Thijs. Die komen met eigenlijk hoe zij kijken naar het gebied. En vervolgens doen wij parallel daaraan, hebben wij eigenlijk onderzoek gedaan naar cultuurhistorie, naar hoe de wijk ligt in de stad. En maken we daar gebruik van. En dat DNA van de buurt, dat geeft ons weer heel veel ingrediënten voor het maken van een concept. Vanuit dat concept gaan we vervolgens weer door naar bouwstenen. En de bouwstenen die verwerken we vervolgens in het stedenbouwkundig plan. En dan moet je denken, in zo'n stedenbouwkundig plan kijken we naar straten, hoe werkt de straat, hoe gaan we om met veiligheid, maar heel belangrijk natuurlijk ook, hoe gaan we om met woningen? Wat voor woningen komen er? Hoe woon je daar fijn? Wat kunnen we doen met groen? Hoe ziet de tuin eruit? Kunnen we nog wat extra geven aan de wijk, wat er nu niet is, wat we nog kunnen toevoegen, waardoor we het nog fijner maken, hè, waardoor het nog fijner is om daar te wonen? Dus wat dat betreft denk ik dat we straks een mooi verhaal te delen hebben. Klinkt echt als een supermooi gestructureerd proces, hè, waarbij elementen dus, die dus nu zijn terugkomen, maar misschien ook plaats is voor nieuwe. Ja, ik ben echt super benieuwd hoe het eruit gaat komen zien. Wij zijn ook heel enthousiast om te gaan delen wat we allemaal hebben ontworpen en waar we mee bezig zijn geweest. En we zijn ook heel benieuwd of mensen zich ook herkennen in datgene wat ze meegegeven hebben aan Van Berlo, of dat ook daadwerkelijk goed geïmplementeerd is. Ja. Dus heel veel zin om dat te gaan vertellen. Ja, gaaf. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Precies. Zo, nou net kennis gemaakt met Marlies van Faam. Nou, wat hebben we geleerd? Er staat een heel groot team achter de nieuwbouwplannen. Ze werken heel erg gestructureerd. En ze zijn heel erg aan het kijken in de wijk van hey, wat zijn dingen die we kunnen behouden zoals ze zijn. En wat zijn dingen die we nieuw kunnen toevoegen. Nou, hoe dat precies eruit ziet, ja, dat weten we nog niet. Dat gaan ze presenteren in de klankbordgroepsessies. En uiteindelijk ook in de Driestam. Nou, ik ben daar in ieder geval heel erg nieuwsgierig naar. En dadelijk, in de volgende vlog, gaan we natuurlijk ook kijken bij Spiering Zwart. Zij zijn de architecten voor de renovatieplannen. En daar ben ik eigenlijk ook heel erg benieuwd naar. Ja, hoe zij naar de Gildebuurt kijken en hoe zij natuurlijk hun plan gaan vormgeven. Dus ik zie jullie dan weer. Doei!